Hoi hoi iedereen, welkom bij deze nieuwe video. Mijn naam is Laila, mocht je me nog niet kennen. En vandaag heb ik een klassieke video voor jullie die ik ieder jaar maak. Namelijk een schoolspullen shoplog. En dit keer is het van het leerjaar 2021-2022. En ik ben weer op pad gegaan om leuke schoolspullen te kopen. En die wil ik graag met jullie delen. Dus laten we beginnen met de video. Ik maak deze video eigenlijk wel ieder jaar sinds de, ja, ik denk ongeveer de tweede klas. Dit is het laatste jaar waarschijnlijk dat ik een schoolspullen shoplog ga maken. Ik ga namelijk naar mijn eindexamenjaar. Ik ga van VWO 5 naar VWO 6. Best wel spannend, want het allerlaatste jaar, eindexamens komen eraan, al die stressdingen. Het laatste jaar dat ik echt schoolspullen voor de middelbare ga kopen. Het is eigenlijk een beetje een traditie geworden op mijn YouTube kanaal om ieder jaar een schoolspullen shoplog te uploaden. Het wordt dan ook altijd super goed ontvangen, dus dat vind ik heel erg leuk. Mocht je natuurlijk nog geen blauw duimpje omhoog gedaan hebben, doe dat dan vooral. En dan laat ik nu zien wat ik gekocht heb aan schoolspullen. Het eerste wat ik heb gekocht zijn schriften in het roze en het zijn ruitjeschriften. Ik heb er 3 paar gekocht, dus er zitten 3 in 1 verpakking. En dit is gewoon super handig, want ik heb allemaal natuurkundige vakken en daar heb je ruitjeschriften voor nodig. En ik vind het altijd zo fijn aan de ruitjes van de HEMA, is dat die lijntjes lichtblauw zijn. Dus je kunt heel goed je pen en potlood nog zien. Er zijn namelijk genoeg schriften van andere filialen, waarvan de lijnen echt super donkerblauw zijn of zwart. En dan kun je je pen eigenlijk helemaal niet meer goed zien. Dus dat is super chill aan deze schriften. Dan heb ik nog meer ruitjeschriften gekocht en deze zijn in het beige bruin. Hier staat voor de rest helemaal niks op qua patroon of iets. Maar deze zijn gewoon lekker basic, dus deze kun je zelf als je wil nog helemaal DIY'en. Ik vind het eigenlijk ieder jaar wel leuk om te doen om van die blanke schoolspullen helemaal op te pimpen met washi tape en stempels en weet ik veel allemaal. En misschien doe ik dat dit jaar ook wel en neem ik jullie daar gewoon bij mee. Laat maar weten in de reacties of je dat leuk zou vinden. En deze heeft aan de binnenkant ook weer ruitjes. 10 bij 10. Helemaal fijn. Ja, altijd handig ruitjeschriften. Ik heb namelijk het vakkenpakket NNG met NNT. Dus dat houdt in dat ik natuurkunde heb. Ik heb scheikunde. Ik heb wiskunde B. En daar heb je sowieso al ruitjeschriften voor nodig. En ook heb ik nog economie en daar gebruik ik ook ruitjeschriften voor. Alle pakken die ik dit jaar dan ook koop, die gaan er allemaal doorheen. En soms moet ik zelfs nog extra schriften gaan kopen. Je zult het niet verwachten, maar ik heb nog een pak ruitjeschriften gekocht. En dit is dan echt het laatste pak wat ik heb gekocht. Deze schriften gebruik ik echt ieder jaar en ze zijn echt super fijn. Ja, het zijn gewoon schriften, dus daar is ook niet heel veel bijzonders aan. Maar ik heb er persoonlijk altijd echt wel een stuk of 6 tot 10 nodig per jaar. Dus die heb ik ingeslagen. Ik koop natuurlijk ook ieder jaar kafpapier. En dit is er één van die ik dit jaar heb gekocht. Het is een lichtroze kafpapiervel met witte bloemetjes erop met rode stipjes. Echt super schattig. Zoals je kan zien is het patroon eigenlijk heel erg simpel, maar toch vind ik het heel erg leuk. Ja, het is gewoon weer even een drukker kafpapier. Ik koop ieder jaar een druk kafpapier en een wat rustiger kafpapier. En dit is mijn drukkere en ik ga hier denk ik ook het boek mee kaften die ik het vaakst gebruik omdat ik hem zo leuk vind. Volgens mij is kafpapier ook echt helemaal niet duur en betaal je gewoon maar een eurotje voor zo'n rol. Dan heb ik ook nog een kafpapierrol gekocht bij de Bruna. En dit is een basic kleurtje, namelijk blauw. Het is wel een aanwezige blauw, maar ik dacht, ik doe eens gek. Ik vond het namelijk wel een hele mooie kleur. Ja, zoals je kan zien is de kleur lichtblauw. En de kleur vond ik eigenlijk toch wel heel erg leuk. Ik weet nog niet helemaal hoe ik dit ga kaften of hoe ik dit mooi ga DIY'en. Maar weet je, dat is weer een zorg voor later. Dat ga ik lekker in de zomervakantie uitvogelen. Persoonlijk vind ik kaften echt veel leuker dan van die hoezen. Kaften vind ik gewoon net iets persoonlijker en dan kun je net iets je eigen draai aangeven. En daarbij heb ik dit kafpapier gekocht dit jaar en dat bloemetjes kafpapier. Dus ik kan er weer vol tegenaan. En op je kafpapier plak je natuurlijk etiketten. Dat zijn van die naamdingetjes. En dit jaar hebben ze hele leuke, ook een beetje in die stijl van die bloemetjes. Het zijn een wat drukkere patroontjes, maar dat vind ik juist heel leuk op van die rustige schriften. In verschillende kleuren en patroontjes. En er staat nog een hele cringe quote op met hey, you rock and you are golden. Superleuk.
die quotes spreken me niet heel erg aan. Maar het patroon vind ik dan wel heel leuk. Dus ik dacht, weet je, ik koop ze gewoon. En dan heb ik nog meer etiketten. En die zijn wat basicer. Maar die zijn juist voor op de drukke patronen. Zoals op het kafpapier wat ik net liet zien. En deze zijn eigenlijk gewoon bruin. Ja, heel erg simpel. Maar ik gebruik deze ook ieder jaar. En ze blijven heel het jaar plakken, dus dat is ook fijn. En hier schrijf ik altijd mijn naam, mijn klas en het vak op. Ik heb dit jaar 2 mappen gekocht, waaronder 1 een flexibele map. En deze map is roze, zoals je kan zien. En ik ga deze gebruiken voor economie. Ons economieboek bestaat namelijk uit lesbrieven. En dat zijn gewoon letterlijk losse blaadjes met gaatjes erin. Dus je moet er zelf een mapje voor kopen. En daarvoor heb ik deze. En wat ik zo fijn vind aan een flexibele map, is dat die in je tas past. Dus als je je boeken in je tas doet, dan kan deze gewoon meebewegen en heb je niet zo'n harde, stugge map in je tas zitten waardoor je helemaal niks meer kwijt kan. Nee, met deze map kan het dus wel. Ik vond het eigenlijk ook een heel erg leuk kleurtje. Ik ben helemaal van het roze geworden. Dat was ik eerst nooit. Maar ja, dit is gewoon een heel simpel mapje, maar super handig om papier in te bewaren. Ja, en ik zei dat ik nog een hardere map had gekocht. En dat is deze. Deze heb ik bij de Bruna gekocht. De vorige trouwens bij de Hema. En deze heeft zo'n soft touch. Dus dat betekent dat als je hem aanraakt dat hij wat zachter is. Maar het is meer volgens mij een beetje zo'n anti-slip stofje of zo, waar het van gemaakt is. En de binnenkant is 4 rings. En deze wilde ik dus dit jaar gaan gebruiken om misschien al mijn samenvattingen van heel de stof die ik moet kennen voor mijn eindexamen in te bewaren. Bijvoorbeeld een mapje met economie, een mapje met biologie, een mapje met natuurkunde. Dus ik dacht, dit is eigenlijk een super handig overzicht om gewoon al mijn samenvattingen in te bewaren. En daarbij heb ik ook tabbladen gekocht. Deze tabbladen heb ik bij de Hema gekocht. En deze zijn super handig, want zo kun je dus je vakken uit elkaar halen. Dus ik dacht, per mapje is het een ander vak. En kan ik dus al mijn samenvattingen van heel mijn middelbare schoolcarrière erin doen per vak. Om zo te leren voor mijn eindexamen. Ik heb geen idee of dat een goed idee is. Maar ik denk, weet je, ik koop het gewoon alvast. En misschien komt het me wel te pas. Want ik hoorde al dat ik na de vakantie toetsen krijg over heel VWO 4 of heel VWO 5. Dus ik dacht, weet je, ik koop zo'n map, dan doe ik al mijn samenvattingen erin. En hoef ik ook niet elke periode de samenvattingen weer opnieuw uit te printen. En scheelt het nog eens papier. Dan heb ik echt superleuke stiften gekocht. Maar echt superleuke stiften. Namelijk stiften van Stabilo. En dit zijn van die dunne pastel markers. En ik wilde die echt al heel graag een keertje hebben. Van die dunne markers. Maar ze hadden hem alleen in 4 kleuren. Dus ik dacht, dat is helemaal niet handig voor mij. Aangezien ik elk hoofdstuk weer een andere kleur wil gebruiken. Maar ik keek dus een beetje rond op het internet. En ik zag dus dunne Stabilo markers met meerdere kleuren. Ik zal ze even voor jullie openmaken. Even kijken of dat lukt. Oh ja, Laila. Gooi het maar neer. Zoals je kan zien zijn het allemaal van die dunne markers in verschillende kleuren. Sowieso de standaard kleuren die de Pastel Stabilo altijd verkoopt. Maar dit keer ook een extra kleur, zoals een beetje een oranje rood en een wat meer een limoengroen en een meer blauwpaarsachtige. Dus allemaal echt super leuke kleurtjes en ik ben er echt super blij mee, want als er iemand is die elk hoofdstuk een andere kleur gebruikt en is de samenvatting allemaal met verschillende kleurtjes markers gebruikt, dan ben ik het. Super fijn voor het autistische brein van mij. Sowieso Stabilo's veel beter dan andere merken. Afgelopen jaren heb ik namelijk ook andere pastelmarkers van andere merken gehad. En ik merk toch wel dat die van Stabilo echt een stuk langer meegaan. En een stuk langer van hun goede kwaliteit blijven. Dus ik denk, ik koop ze weer. En hier ga ik echt lang mee doen. Want ze waren duur. Ze waren echt 8 euro of zo. Ik heb ze trouwens besteld op bol.com. Ik ben nog een persoon die wel eens de samenvattingen schrijft. En daarvoor heb ik een samenvattingsschrift gekocht. Dit is eigenlijk het samenvattingsschrift wat ik vorig jaar al wilde kopen. Maar toen was hij echt overal uitverkocht. Dus ik denk, ik koop hem dit jaar wel. Ik wilde eigenlijk een ander kopen met allemaal leuke pandaatjes erop. Maar ik had het bij onze Hema in het dorp gevraagd. Maar die kreeg je dat schrift niet in het assortiment. Dus dat was jammer. Maar ja, deze is ook hartstikke leuk. Hierin staan allemaal nummertjes in een ander. Oh joh, hij is helemaal niet aan. Hallo. 6 hours later. De nummertjes staan hier allemaal in een andere kleur. En dat betekent dat er per kleur en per nummertje een ander tabblad is. Dus zo kan je heel mooi organiseren per schoolvak
wat jij wil doen. Dus je kunt hier bijvoorbeeld oefeningen in maken of in samenvatten. Daar gebruik ik hem vooral voor. Ik gebruik zo'n map ieder jaar al sinds de brugklas. En mocht je een map zoeken waar je samenvattingen in wil schrijven, doe het in zo'n map. Het is echt fantastisch voor het overzicht. En het is super fijn om in te werken. Ik had ook een gum gekocht, maar waar is dat ding heen? Ik heb geen flauw idee. Hallo, Gummy, waar ben jij heen gegaan? Ik had een gum gekocht. Ik ben hem kwijt. Ik ben hem helemaal kwijtgeraakt. Nou, ik vind hem dadelijk wel weer. Waarschijnlijk als ik dadelijk stop met filmen van die video, zie ik hem in één keer liggen. Maar ja, het zal wel. Ik heb een gum gekocht. Ook heb ik sticky notes gekocht. En deze dingen zijn echt super handig. Je plakt zo'n sticky note dus in je schrift of in je boek. En daarin kun je dus bijhouden op welke bladzijde je bent. Ik vind dat persoonlijk heel erg fijn bij wiskunde. Maar ook als ik ga samenvatten dat ik weet, oh, bij deze paragraaf ben ik gebleven. Of dan doe ik ook nog een sticky note in de samenvatting in het boek. Dus zo kun je heel makkelijk het verschil tussen pagina's zien. En ik plak deze stickertjes altijd in mijn binas. Daar zijn ze ook super handig voor. Ja, dat zijn eigenlijk alle dingetjes die ik gekocht heb voor volgend schooljaar. Natuurlijk heb ik ook heel veel andere dingen die ik elk jaar hergebruik. Of niet elk jaar, maar die ik niet ieder jaar nieuw koop. Bijvoorbeeld een schooltas. Ik heb een Fjällräven Kanken. Maar ja, ik heb deze echt al denk ik 3 of 4 jaar. En ik gebruik hem nog steeds, want het is echt een super leuke, goede rugzak. En hetzelfde geldt voor mijn etui. Ik heb een etui uit Bolivia en deze wil ik eigenlijk nooit wegdoen. Ik heb hem namelijk zelf gekocht in Bolivia en dat was een super bijzondere reis voor mij. En deze etui is helemaal niet kapot, dus waarom zou ik een nieuwe kopen? Deze rollen bijvoorbeeld, die koop ik ieder jaar. Maar op een gegeven moment heb ik er nu zoveel over dat ik het echt niet nog een keer hoef te kopen. Deze kafpapieren ga ik natuurlijk volgend jaar ook gewoon gebruiken. Dus die wilde ik ook nog eventjes aan jullie laten zien. Ieder jaar wordt mijn schoolspullen shoplog altijd heel goed ontvangen en komen heel veel nieuwe mensen op mijn YouTube kanaal terecht. Mocht jij nou zo'n nieuwe persoon zijn, twijfel dan niet en abonneer vooral op mijn YouTube kanaal. Ik maak namelijk ook nog andere video's dan schoolspullen shoplogs, dus neem vooral een kijkje op mijn kanaal. Mocht je deze video natuurlijk leuk hebben gevonden, doe dan ook een blauw duimpje omhoog. Laat ook een reactie achter wat je van deze video vond. Ik hoop eigenlijk dat de reacties niet zijn uitgeschakeld, want er waren ze afgelopen weken wel. Mocht dat zo zijn, dan is dat erg jammer. Je kunt me altijd een DM sturen op Instagram. Ik heet Laila Zimmerman op Instagram. En als je me daar iets wil vragen of je wil iets zeggen over een video, dan mag dat natuurlijk altijd. Ik reageer eigenlijk bijna altijd. Ik wens iedereen natuurlijk alvast heel veel succes volgend schooljaar. Maar eerst lekker genieten van deze vakantie. Fijne vakantie! Doei doei!